2 jaar geleden stonden Dynamo Zagreb en Ajax ook al tegen elkaar. De eerste ontmoeting toen was op 20 september 2007 in Zagreb in het Maximierstadion. En Ajax speelde die wedstrijd goed. En komt hier op voorsprong door een doelpunt van Dennis Rommedaal. Ajax was veroordeeld ook dat seizoen tot de UEFA Cup doordat het in de voorronde van de Champions League werd uitgeschakeld door Slavia Praag. Maar het begin in de UEFA Cup tegen Dynamo Zagreb is dus goed. In de 62e minuut maakt Rommedaal er 1-0 van. Jaagt hij zelf goed door en Huntelaar met de paas op Rommedaal. Die op een beetje onorthodoxe wijze om de keeper heen gaat, maar wel gewoon binnen tikt. Ajax, toen nog gecoacht door Henk ten Katen, wilde een goed seizoen draaien in de UEFA Cup. Ajax was aan de betere hand die wedstrijd na het debakel tegen Slavia. En het creëerde zelfs nog kansen om op 2-0 te komen in Zagreb. Maar de kopbal van Huntelaar gaat net naast. En zo blijft het in Zagreb 1-0. En is het dus lastig genoeg om thuis alsnog die wedstrijd veilig te stellen. De volgende ronde. In die returnwedstrijd in Amsterdam is het Zagreb wat op voorsprong zal komen. Ik krijg hier een bijzonder makkelijk gegeven penalty. De scheidsrechter ziet een overtreding hier van Gregory van der Wiel. Protest van de spelers mag niet baten. Het is een schouderduw, maar of er nou zo heel veel aan de hand is. Mandzukic wordt onderuit gehaald door Gregory van der Wiel. En de penalty is voor sterspeler Luka Modric. Het is de 34e minuut. En Modric scoort. Tussenstand inmiddels is 1-1. En in de tweede helft krijgt Ajax de kans om op 1-1 in deze wedstrijd te komen. En dus op 2-1 in totaalstand te komen. De voorzet van Rommedaal wordt ingeschoten door Suarez, maar keeper Georg Koch, oud-keeper van PSV, redt op de inzet van de Uruguayaan. Ultieme mogelijkheid om de wedstrijd misschien wel te beslissen. Maar die valt niet en we gaan de verlenging in. Zagreb aanzet. En het is 0-2. Mandzukic, de man die onderuit werd gehaald in het stadsgebied van de Wiel. Maar hier is duidelijk te zien dat het buitenspel is voor de speler van Zagreb. Dus eigenlijk, dit doelpunt had niet mogen tellen. Extra zuur, maar hij telt wel 0-2. Nu wordt het wel heel erg lastig voor Ajax. Dan weer Zagreb. Weer Mandzukic. En 0-3 in de 96e minuut. En zo lijkt de wedstrijd gespeeld. Na de uitschakeling in de voorronde van de Champions League is nu ook uitschakeling in de UEFA Cup, dus heel dichtbij. Ajax zet nog wel aan. Is het Okoraru met het schot. En Huntelaar die in 102 minuten de stand op 1-3 brengt. Het is weer een beetje hoop voor Ajax. Maar er zal veel moeten gebeuren in die resterende minuten. Hier Okoraru met de wilde trap eigenlijk, maar perfect voor Huntelaar. Maar Ajax zal het niet redden. Ondanks deze kopbal van Urzaiz. Prima kans voor de Spanjaard. De Stam komt nog mee op. Van een allerlaatste slotoffensief om er nog iets van te maken. Is het Suarez. Met het schot wordt gewoon gekeerd. En zo probeert Ajax wel om nog dichterbij te komen. En misschien wel langs zij, maar het wil niet lukken. 3-3 is nog genoeg om verder te gaan. Doordat ze het uitduel wonnen met 1-0. Maar pas in de slotfase maakt Ajax de aansluitingstreffer. Huntelaar rent nog wel, maar het mag niet meer baten. Ajax is uitgeschakeld door Dynamo Zagreb. En kan dus dit seizoen wraak nemen voor die uitschakeling in 2007.
teleurstelling bij de Ajaxiden, maar morgenavond dus de kans op eerherstel.